jij bent frontman van Byron Bay. Hoe ben je eigenlijk met muziek begonnen? Dat was eigenlijk als klein manneke, ik denk dat ik 2 was of zo. En mama vertelt altijd dat ik met mijn mondharmonica rondliep. Mm-hmm. En ja, van thuis uit ook. Mijn ouders luisteren heel veel naar muziek en ik heb daar veel van meegekregen. Dus zijn uw ouders zelf muzikanten? Of? Nee, mijn ouders spelen geen muziekinstrument. Alleen mijn papa speelt gitaar, maar hij speelde dat voor de meisjes, zoals hij dat zei. dus buiten voor uw dan, mama? Ja, waarschijnlijk. maar hij heeft wel heel muzikaal gehoord. Dus als ik nu demo's naar hem doorstuur, krijg ik er altijd feedback van. En ik vind het altijd heel fijn, omdat er altijd wel... Hij kan dan nooit benoemen wat het juist is of zo, maar er is altijd wel iets van waar of zo als hem feedback terugstuurt. Ja. Hij is uw ultieme klankbord dan ook? Ja, nog altijd. Ja. We staan hier in de Muzikodroom. Wat betekent dat voor jou? Dat is een heel fijne plek, omdat ik heb hier muziekscholen gevolgd. Daar heb pianolessen en drumlessen. En naast het deeltijds kunstonderwijs dat ik deed, was dit voor mij zo de vrijere aanpak. Ja. En leerde ik hier voor de eerste keer akkoorden en heeft echt mijn ogen doen opengaan wat dat mogelijk was. Wat heeft Hasselt voor jou betekend op muzikaal vlak? Ik heb hier altijd op school gezeten. Mm-hmm. En ik heb hier ook mijn eerste bandjes gehad en zo. En zeker in de Muzikotron, dat is een plaats waar je optredens kunt komen zien. En dat is eigenlijk een van de enigste plaatsen waar dat er coole dingen komen, als je dat zo mag zeggen. Dus dat is altijd fijn om hier te komen. En we hebben dit jaar hier ook 3 keer zelf gespeeld. Mm-hmm. En, op dit podium? Ja, op dit podium. Zalig. We hebben een sport gedaan van een Amerikaanse band. Maar dat is altijd tof, omdat er altijd vrienden komen kijken en zo. Dus ja, Hasselt blijft een beetje speciaal voor mij op dat vlak.